Hey, hallo allemaal. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Dennis Fleeman en dit is een nieuwe aflevering van Flea Market Madness. Een serie waarin ik flooiemarkten bezoek en op zoek ga naar action figures, comics, strips, VHS-banden, DVD's en natuurlijk videogames. Even wachten hoor. Vraag voor het poppetje, mevrouw. Voor het poppetje dubbeltje. Nou, dat doen we. 10 eurocent. Jullie hebben het zelf gezien. Dat was de prijs van mijn eerste aankoop. Als je een kind bent van de jaren 80, dan zul je deze action figure vast wel herkennen. Het gaat hier om Grizzler. En Grizzler was natuurlijk van de He-Man serie. Voordat er G.I. Joe was en Transformers en Turtles, waren de He-Man action figures de hottest toy voor kinderen van de jaren 80. En mocht je de serie niet kennen, ging over een held, He-Man, tegen het slechte, zoals gewoonlijk Skelter. En de Horde, dat is deze dan. Tenminste, er was een andere groep, de Horde, en er was Grizzler een onderdeel van. Een soort tweede subgroep van kleinere slechterikken. Maar 10 cent, niet slecht. Action figures zie je bijna nooit meer, laat staan He-Man. Turtles zie ik enkele keer, maar dan gaat het ook nog wel eens om nieuwere action figures van begin jaren 2000. Maar ik ben blij met deze aankoop, helemaal voor 10 cent. En dat is nou echt een mooi voorbeeld van Flea Market Madness in Nederland. Naast de kerstspullen een verloren poppetje van He-Man voor 10 cent. Leuk, hè? Ik heb druk nog maar. Hier is mijn tweede aankoop in deze Flea Market Madness video voor een tientje, 10 euro. Heb ik deze hele set gekocht van Skylanders voor de Wii. En er zijn één is er beschadigd. Dat is deze. En ook weer iets typisch voor vlooienmarkten. Een poppetje erbij, volgens mij is die van de McDonald's. Wat eigenlijk helemaal geen Skylander is. Maar dat lag ook op het kraampje. En twee Giants erbij. En wat kleinere. En een grote subset. Van, volgens mij is dit een soort DLC voor Skylanders. En in elk geval, de kinderen waren weer helemaal wild. Zoals jullie konden zien, kwamen we eerst een reseller tegen. Of gewoon een handelaar. En ja, die vragen echt belachelijke prijzen voor die poppetjes. Is het snel al 5 euro voor een Giant en die andere poppetjes. Afhankelijk van wat het is het snel 2 euro of 3,5. Dus voor dit setje was het niet duur. De twee spellen zaten er ook bij. Nou hadden de kinderen Giants al. Maar deze, de eerste deel, Spyro's Adventure. Want Skylanders is een soort subgenre van Spyro. Maar wat veel mensen eigenlijk alweer vergeten zijn. En de Portal zat erbij. Met, ik zal het jullie even laten zien. Als hij mee wil werken. Heeft hij dus blijkbaar geen zin in. Jawel. Dit is de Portal. En daar zit een draadloze soort van USB adaptertje bij. Die je dan aansluit op de Wii. In plaats van met een kabel zoals het, de andere portals worden aangesloten op de 360 bijvoorbeeld. Nou, en bij die 10 euro prijs staat ook nog een blad van Kuifje in. Dit is een controversieel blad trouwens, Kuifje in Afrika. Over de manier waarop Afrikanen worden afgebeeld. Maar ik, zoals ik zeg, ik ben niet alleen op jacht. Nou heb ik wel een gaming kanaal. En ik hou van games en dat is de hoofdmoot van mijn YouTube kanaal. Maar ik zoek ook naar action figures en comics en VHS banden en DVD's. En ik heb al wel een aardige collectie opgebouwd. Van Kuifjes. En Kuifjebladen,
Nou ja, mocht je geen verstand ervan hebben, heb ik ook niet zo gek veel broer meer. Die verzamelt het kuifje volop. Maar sommige kuifjebladen zijn behoorlijk prijzig nog. Afhankelijk van het jaar waarin ze uit zijn gekomen, heb je een kuifje voor ja, 20 euro al snel. Ook afhankelijk van de staat allemaal natuurlijk. Dus ja, daar was ik wel blij mee. Een tientje vond ik wel een redelijke prijs. En het waren nog wat jongere kinderen die dit verkochten. Dus mijn kids blij, die andere kinderen blij. Weer een leuke aankoop erbij. Door naar de volgende. Vraag hiervoor. Geen idee, wat wil je ervoor geven? 3 euro. Ja. Oh nee, ik vind best. Dat is 2,50 in elk geval. Ja. Oké, okay, dat is nog eentje. Ja, super. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. En mijn laatste aanwinst van Florian Rommel in Vrijmarkten is dit setje voor 3 euro. Het was wat donker om te zien, want het was binnen in een boerderij, een soort vrijmarkt in een boerderij. En daar heb ik dit opgepikt voor, ja, voor 3 euro, zoals jullie hoorden. Een euro per stuk. En dat gaat er om 2 Game Boy games. Yes, we hebben toch nog games gescoord. Hey. En het gaat om die... Oh, sorry voor het beeld, jongens hoor. Die Sloemfen. De Smurfen dus voor de Game Boy. En om Super Mario Land. Ook voor de Game Boy. Voor een euro per stuk is dat ja, een goede prijs. En Super Mario Land is een hele goede staat. En het is een Italiaanse code, een Italiaanse regiocode. En die zie je ook niet vaak. En compleet onnodig aankoop. Maar voor een euro, ja, ik zag hem liggen, ik wou hem toch wel graag hebben. De eerste big ass Xbox controller van de originele Xbox. En ter vergelijking. Dit is de Xbox controller die de meeste van jullie kennen van de originele Xbox. En dit ding is echt een joekel, jongen. En dat grote scherpje hier voorop met die Xbox erop. Ik vind het wel weer hebben. Het zal vast niet zo lekker spelen als de andere controller. Vooral als je kleine handjes hebt. Maar het heeft wel wat. En zoals ik al zei. Voor 3 euro'tjes was ik de man. Dat was hem weer voor deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Waarschijnlijk wel. Anders had je het einde van deze video niet gehaald. Dus ik zou zeggen, druk even op die like knop. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, abonneer je dan even. Dan zie je vanzelf een andere video van mij in je YouTube inbox verschijnen. Tot de volgende keer. Laters.